This is for Hakemba, yeah, that is a node. The humble girl from Bastor. Yeah. Kijk, mondje open. Ja. Hou weer dicht. Een lekker slokje vruchtwater genomen. Ach, heerlijk. Ja, dat zie ik. Ja, de slokjes inderdaad. Dat lees ik ook. Dus nu dan neemt die slokjes. Regelmatig hoor. Daarom is die maag ook vol. Hè. Dat is vruchtwater wat erin zit. En daarom maakt hij ook urine van het vruchtwater wat hij door het lijfje heen gaat. En dat is heel belangrijk. Ja. Hij drinkt ervan, dat past erin. Dat is echt heel belangrijk. Hier een handje wat hier weg. Dit is allemaal nagelsteen wat hier ligt. Zo. Ja joh, mooi lang ding. Keurig. Hij heeft deze echt achter zijn armen verstopt. Zo. Ja, je kunt dus geen taxi krijgen op het moment. Nee. Niks ervan. Nu even niet. Ja. Precies. Precies. Kijk, nou liggen de voetjes hier. Die liggen hier. Dit zijn teentjes. Oh, wat leuk. Hier heb je echt alle teentjes bij elkaar. Grote teen, kleine teentje. Dat is het andere voetje. Even kijken of die op een andere manier even naar de rivier toe kan. Zo ga ik zitten. Ja, dit is een voetsool. Ja. Kijk, ze liggen gekruist op. Oké, dat is de andere voedsel. Ja. Mooi met de botjes. En dat is de ene voedsel. Die is weggedraaid. Dat is de grote teen ervan. Dus kijken of die andere even op de foto kan zetten. Dat is de eerste voetafdruk. En klompvoetjes in ieder geval. Nee, mooi plat. Het ziet er goed uit. Er staat ook mooi haaks op het onderbeen. Dus dat lijkt helemaal keurig. Nee, en wat ik van de handjes zag, dat was ook, ze staan echt heel mooi in de lengte van de onderarm. Dit is weer een armpje met een handje. Dan zie je ook die vingertjes. Kijk, ziet hier, de vingertjes gaan staan mooi in de lengte van de onderarm. Mooi in het bewegen. Dus dat ziet er ook heel goed uit. Geen aanwijzingen voor afwijkingen. Het handje ligt hier ergens helemaal boven langs. Het ligt boven zijn hoofd hier. Hier ligt het handje. Dit is het hoofdje. Daar ligt zo heel elegant. Ja. Ik leg ervoor en deze ligt er wel voor. Handjes hebben kindertjes hebben hun handjes bij, eigenlijk altijd bij hun hoofd liggen. Dat is ook als ze geboren zijn, liggen wat uit zo. Ja. Hun handjes te happen. Te zuigen en te doen. Ja, het is een prachtig kind. Mooi. Heel mooi. Keurig hoor. Een beetje de foto's. Ja, een stapel van schat. Ruggetje, ik kan mooi de onderkant ook even zien. Je ziet mooi dat de verveltjes naast elkaar en mooi de huid ligt er netjes overheen. Ja. Zo keurig. Netjes, perfect. Even bij het hartje kijken. Hier ook de nekverveltjes die rond. Liggen. Precies op de manier zoals we het graag willen. Hier komt de aorta zo het gaat in, die boog. Zo. Ja, het zijn allemaal dingen die je nooit meer terug ziet bij hem als het goed is. Perfect. Het ziet er heel goed uit. Gelukkig geen aanwijzingen voor afwijking. Hop, draait zich dan eens om. Hartstikke idee. Hoppé. Hoppé, het is feest. Kijken of hij even geplast heeft. Ja. Nee, er zit een grote bel. Ah, zo groot is het ook weer niet hoor, want als je het gaat opmeten, is het net 2 centimeter of zo, zo'n plasje. Kijk, nog niet eens 1,5 centimeter die blaas, dus het lijkt heel groot. Maar het valt ook wel weer wat mee. En met de lengte en met de, dat is ook allemaal goed en zo. Ik heb de metingen die ik gedaan heb, dat ziet er allemaal goed uit. Je kan de totale lengte van een babytje kan je niet opmeten, maar wat ik verder heb kunnen meten is allemaal keurig. Ah, ja, dus het hoofdje is goed van maat. Je ziet nou even aan het omdraaien. Hij ligt er aan de proefdoos inmiddels. Zo.
Ja, want nu ligt het hoofdje hier en het ruggetje ligt helemaal hier dwars onder. Ja, met 9 weken was hij al heel erg bewegelijk. Ja, ja, ja. Hij zegt zelf ook weer even lekker dwars voor je baarmoedermond gelegd. Nou ja, het mag allemaal. Ja hoor, het kan allemaal nog. Kijk, handje, vingertjes. Hier een kleine duimpje. Ja. Vlak voor het hoofdje. Zo. Oké. Ja. Keurig. Nou, ook al wat schopjes en zo. Ja. Ja, het wordt natuurlijk steeds sterker. Het is ook zo dat een babytje na 25 weken moet hem iedere dag voeden. Kijk, je ziet hoe mooi de voetjes nu. Zag je ook dat ze terugdraaien in de film. Zie je ook dat ze mooi haaks, dat is een voetje, mooi haaks op het onderbeen staan. Netjes. Ja, hij zit nu ook wat te schoppen naast de plek waar de moederkoek zit, hè? Dus dan voel je het ook sneller. Tot hier komt je moederkoek. En nu zit hij daar met zijn voeten net naast, dus dat voel je ook sneller. Hij zit echt met zijn voeten tegen de zijwand aan. Ja. Dus dat ga je voelen. Nog niet geplast. Nou, daar gaan we niet op wachten hoor. Hij plast wel. Als een babytje niet zou plassen, dan heeft hij geen vruchtwater. Ja, want dan wordt er geen onvoldoende vruchtwater gemaakt, dus dan zie je het meteen daar. Nee, dat was een keurig kindje. Heel keurig kind. Goed. Het ziet er geweldig uit. Leuk hè, zo. Ja. Ik zie wat hij allemaal doet. Zo. Even in het zetten.